Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Jozef, het hadden er drie moeten zijn, hè? Drie punten. Ja, maar het zijn er maar, of het is er maar één. Dat zeg jij, soms zegt een antwoord al heel veel, maar vooral de manier waarop je het zegt, je staat hier heel erg teleurgesteld volgens mij. Ja, nou ja, of teleurgesteld. Ik vind dat we vandaag hadden moeten winnen. En, het moeilijkste in voetbal is doelpunten maken. En we hebben vandaag heel veel kansen gehad om, om ons zeg maar, te belonen, hè. Zo noemen ze dat. Maar dat hebben we niet gedaan en dan, dan ben je teleurgesteld. Ja. Ja. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik HHC hier in al die jaren nog nooit zo goed heb zien voetballen. Nee, nou goed, dat is mooi, dat is een compliment. Maar ik vind, als je dan even weer terugkijkt naar vorige week op de Boshoek, voor je eigen mensen, voor je eigen supporters, hebben we het niet goed gedaan. Dus ik vond dat we ook wat recht hadden te zetten. Dat hebben we vandaag gedaan, weliswaar met één punt, maar dat hadden drie punten moeten zijn. Nou, als je dan teruggaat naar het voetbal, ik vind dit is de beste eerste helft die we tot nu toe hebben gespeeld. We waren dominant aan de bal, we wisten de vrije man te vinden. Alhoewel, ik moet wel eerlijk zeggen dat de crossballen heel erg gevaarlijk waren achter hun verdediging. Ja goed, en nogmaals, dan moet je dan het scoren hebben. Dat hebben we één keer gedaan, uit een prachtige goal. Als ik zie hoe Pim met zijn energie de bal afpakt van Lanting. En de meeste voetballers die gaan lopen met een bal en hij ziet er Rob vrijstaan en die schiet hem dito binnen. Geweldige goal. En daar kan ik van genieten. En, dus, alleen je had je dus uiteindelijk moeten belonen ook al voor rust, en dat hebben we niet gedaan. En dan gooien ze naar rust, gooien ze twee aanvallers erin. En dan, ik kan zien hoe dan die goal komt, die 1-1. Ja, dan staan we niet goed te verdedigen. Met name de centrale duo. Hè. Volgens mij stond Hamid te ver van de man af. En in mijn beleving, tenminste denk ik dat hij mezelf nog wel binnenschoot. Dan moet je zo zakelijk zijn, als je zo goed speelt als vandaag, dan moet je gewoon de nul houden. En dat hebben we niet gedaan. En dat vind ik, daar was ik wel een beetje teleurgesteld over. Nou goed, uiteindelijk kregen we nog een paar legio kansen met volgens mij Johan. Twee keer en Koos nog een enorme kopkans. Ja. En dan is het... een punt is mooi, maar drie hadden er moeten zijn. Ja, vooraf teken je ervoor inderdaad. Je noemde net al even de naam van Pim de Jonge. Ik vond dat hij erg leuk speelde vandaag. Ja, Pim is energiek, hè. Pim die doet het gewoon vanaf het begin doet hij het hartstikke goed. Kan gewoon mee op het tweede divisieniveau. En je ziet op een gegeven moment wel, naarmate de wedstrijd vordert, dat hij begint hij moe te worden. Uiteindelijk... doet hij het hartstikke goed en heeft hij het prima gedaan. En heeft ons ook geholpen dus aan een punt. Ja. Jullie hebben best al wel wat blessures, hè? Toch in de beginfase van de competitie. Vier man eruit. In hoeverre zitten jullie dat in de weg? Dan word je ineens toch wel smal, denk ik, of niet? Ja, dat klopt. Maar dat is vorige week ook al zo. Hè? Twee mensen geblesseerd was Jan en Ashwin. Nou ja, ik bedoel, dat is zo. En dan moet je het doen met de spelers die je hebt en dan probeer je die gewoon logisch in te vullen. Maar we zijn smal, ja. Met wat voor gevoel ga je nou de volgende week in? Thuis tegen Sparta. Jij hebt misschien met Jong Vitesse wel tegen ze gevoetbald in het verleden. Ken je die ploeg een beetje? Nee. Ik heb er met de AJ Nieuwe wel tegen gespeeld, maar ik ken ze niet. Dat is ook mooi van deze competitie. Ja, je kent ze niet. En ook wel weer spannend, hè? Dus, als het goed is, krijg ik in het begin van de week krijg ik de analyse van Sparta, hoe ze spelen. En, volgende week op de Boshoek hebben we nog wat recht te zetten. Dus we gaan er weer voor en in een mooie competitie. Maar ik denk wel dat iedereen van iedereen kan winnen, want wat dat betreft is het ook een zware competitie. Maar Hutu zei van volgende week kon het misschien wel eens op het fysieke, dat bepalend wordt. Dat we daar misschien wel eens op zouden kunnen gaan winnen. Ja, misschien wel. Maar ik hou ook van voetbal. Dus, maar goed, dat moeten we dan bekijken. Maar ik denk dat de wedstrijden worden beslist in de tweede divisie op details. Dus ik denk dat ze allemaal gelijkwaardig zijn. En dan gaat het om details. Hè? Bijvoorbeeld die eerste 30 seconden naar rust. Ja, daar ben ik nog steeds doodziek van. Ja, maar goed, het is zoals het is. Ze maken daar een goal uit. Dankjewel. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.